Welkom allemaal bij deze uitlegvideo over namen en formules van zouten. Eh, voordat we daarmee gaan beginnen, even opfrissen: wat was een zout ook alweer? Een zout is een deeltje dat bestaat uit een, een metaalgedeelte en dat is dan ook een positief ion en een, een niet-metaalgedeelte en dat is dan een, een negatief. Jong. Voorbeelden van uh, zouten zijn bijvoorbeeld uh, NaCl, ook wel keukenzout, en dan is Na het uh, metaal en Cl is het uh, niet-metaal. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld CaCO3, um, dit is ook wel kalk uh, daar is Ca. Het metaalgedeelte en CO3 het niet-metaalgedeelte. De formules van deze zouten, zoals NaCl en CaCO3, zo'n formule noem je ook wel een verhoudingsformule. En dat noem je een verhoudingsformule omdat de verhouding tussen de positieve en negatieve ionen zo is dat de lading van het zout gelijk is aan 0. Zo'n verhoudingsformule kun je dus zelf opstellen. Voordat je zo'n verhoudingsformule van een zout zelf kunt opstellen, moet je eventjes goed ophalen wat je hebt geleerd in paragraaf 2.4 over de formules van ionen. We beginnen met de positieve ionen. Je kan het ook lezen. De algemene regel is dat de meeste metaalionen 2+. Plus. Dus bijvoorbeeld calcium, barium zijn allemaal 2 plus. Er zijn een paar uitzonderingen. Die staan hier. En dit moet je gewoon weten. Je kan een heleboel van deze dingen natuurlijk opzoeken in BINAS. Maar dat duurt vaak te lang. Je moet dit leren. Misschien was het jou opgevallen, maar bij de uitzonderingen staat goud staat er twee keer in. Dat komt omdat goud twee verschillende mogelijke ladingen heeft. En er zijn er nog acht ionen waarvan je dat ook moet weten. Waarom is dat belangrijk? Omdat de namen van de ionen zijn in principe heel makkelijk. Dus als ik een Na-ion heb, dan noem ik dat gewoon een natrium-ion maar één mogelijkheid dus er kan ook geen verwarring ontstaan. Maar voor bijvoorbeeld ijzer 2+ en ijzer 3+ heb je twee mogelijkheden, het Fe2+ ion en het Fe3+ ion. Daar komt dan bij de naam een Romeinse cijfer om aan te geven welk het is. Dus het ijzer Romeinse 2 ion is Fe2+ en het ijzer Romeinse 3-ion is Fe3. Dat was heel snel over de positieve ionen. Gaan we nu verder met de negatieve ionen? En ik heb hier een plaatje van een stukje van het periodiek systeem met enkele van de niet-metalen. En even goed opletten: hier heb je groep 1, en dan gaat hij verder met groep 14, omdat daar pas weer de eerste niet-metalen in zitten. En je ziet, als het goed is, dat bij negatieve ionen. De naam eindigt op ide. Dus chloride, fluoride, bromide, jodide. En er zijn een paar uitzonderingen: oxide, sulfide, fosfide, nitride, carbide en hydride. Deze moet je gewoon leren. Stampen, weten dat het niet zuurstofide is, maar oxide. En ook de lading daarbij moet je weten. Groep 17. 1 min, groep 16 2 min, groep 15 3 min, en groep 14 is 4 min, en dan groep 1 is weer 1 min. Ja, leren, want dit kom je heel vaak tegen. Dan heb je ook negatieve ionen die zijn samengesteld. Samengestelde ionen bestaan uit meerdere atoomsoorten. He, dus bijvoorbeeld sulfiet bestaat uit 1s en 1s. 3 O-atomen. Het ion samen, dus die 1 S en die 3 O samen hebben een lading van 2 min. Die samengestelde ionen, eh, die kun je vinden in binas 66b. Niet allemaal die hier staan, maar de meeste. Maar ook hierbij leer ze uit je hoofd. Als je ze namelijk uit je hoofd leert, heb je de binas niet nodig, kun je heel makkelijk die zoutformule straks gaan Opstellen. Dus dit zijn samengestelde ionen, die bestaan uit meerdere atoomsoorten en die samengestelde ionen hebben dan de lading, bijvoorbeeld hier oxalaat, bestaat uit 2 C'tjes en 4 O'tjes, dat samen heeft een lading van 2 min. Dit was in het kort alle informatie die je nodig hebt en dan gaan we nu een paar voorbeelden doen. Dus er komen een paar voorbeelden. En de eerste is natrium fosfaat. En de vraag is dan: geef de verhoudingsformule. Nou, dan moeten we dus gaan kijken. Natrium hadden we net gezien is Na. En fosfaat is een samengesteld ion. Ik heb hem er nog even boven staan is PO4 3-. En de verhoudingsformule betekent nogmaals totale lading is 0. Ga ik even naar beneden scrollen. Hoe pak je dat dan aan? Nou, hier heb je nu 1 keer een plus. En hier 3 keer een min. Als ik nou die 1 plus keer 3 doe en die 3 min laat ik zo, dan krijg ik 3 plus en 3 min. En dat is samen 0. Hoe zie je dat dan terug in de verhoudingsformule? Nou, je doet dan Na keer 3 en PO 4. 1. En dan heb je de verhoudingsformule van natriumfosfaat. Nog een voorbeeld: geef de verhoudingsformule van aluminiumsulfaat. pakken we op dezelfde manier aan. Aluminium is 3+. Plus. Kijk maar eventjes terug. Is een van de uitzonderingen. Uh, is geen metaal met een lading 2+. Plus. Sulfaat is een samengesteld ion met formule SO4 2-. Nou, om dat neutraal te krijgen, doen we de Al3 keer 2 en de SO4 keer 3. Want dan krijgen we 3 plus keer 2 is 6, plus, 2 min keer 3 is 6 min en samen is dat weer 0. Vervolgens schrijven we de formule op en zien we een klein probleempje. Al2SO4. Ja, waar moet ik nou die 3 kwijt? Nou, bij samengestelde ionen, als je daar meer dan 1 van hebt, zet je er haakjes omheen en dan de index 3. Dus dan is de formule AL2 SO4 tussen haakjes en daar dan 3 van. Dan nog een laatste voorbeeld waarbij je een naam moet geven. Wat is de naam van het zout met verhoudingsformule AUCO3? Nou, schrijf ik hem hier nog eventjes weer op, AUCO3. AU was goud. En van goud, ook dat kun je weer even terugkijken, zijn er twee mogelijkheden. En toen hadden we gezegd, daar moeten we dan een Romeins cijfer bij zetten. Maar ja, welke dan? Daar gaan we zo even op terugkomen. CO3 is het chloride-ion. Nou, pakken we hem eventjes terug. Dan weet ik dat CL... Het chloride ion is altijd min. En daar heb ik er 3 van. Dus 3 min. Au heb ik er maar 1 van. Dat moet dus wel om het neutraal te krijgen 3 plus zijn. Dus dit is het goud 3 ion en dan wordt de naam goud 3 chloride. Misschien is het jou opgevallen, maar bij de naamgeving van zouten gebruiken we niet zoals bij moleculaire stoffen die 3-tetra. En waarom niet? Dat komt omdat als je de naam goud 3-chloride hebt, je automatisch weet dat het goud 3 is. Je hebt de Romeinse 3. En dat dat ook betekent, omdat chloride altijd 1- is, je 3-chloride-ionen nodig hebt. Dus daaruit volgt automatisch AUCl3. Bij moleculaire stoffen moet je dat wel doen. Je hebt bijvoorbeeld CO en CO2. En CO is koolstofmonoxide en CO2 is koolstofdioxide. Je moet in dat geval met een mono of een di aangeven hoeveel je er hebt. Als je alleen zegt koolstofoxide, weet je niet automatisch wat de formule is. Bij zouten weet je dat wel. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dit is de stof die hoort bij paragraaf 5.2 van het boek Chemie Overal. En kijk even in je schema welke opgave je nu zou kunnen maken en welke je zou moeten inleveren. Veel succes!